is 2 september. De informatie breekt in de reguliere uitzending op Lim FM. 91.7 limfmc.com. Goedendag. De veiligheidsbonden zijn in vergadering en als u naar de herhaling luistert, dan is deze vergadering reeds achter de rug. Als ik het goed heb, moet meneer Atompay nu het woord voeren en zijn gehoor die volgt alles op de voet over de afspraken die gemaakt zijn met de regering. Er zijn gesprekken opgestart en het resultaat of een groot deel van de resultaten zullen dus deze week bekendgemaakt moeten worden. De president is optimistisch. Het ziet er goed uit volgens hem. Hij wil geven, zoals hij dat heeft gezegd, tegenover Rasonic Televisie in het afgelopen weekend. En wij voeren u dan terug naar dat moment. Rechtspositie, bevorderingen, die toelagen. Simpele dingen, zijn geen ingewikkelde dingen. We hebben afgesproken. Het eerste niveau zal door mij gecoördineerd worden. En als het mij ligt, laten we maandag, dinsdag alle overeenstemmingen hebben bereikt met allemaal. Ik ben ready. En ik ga geven. Ik ga geven. Alleen zit ik nu met financiële beperkingen. Dus als ik ga geven, dan ga ik de tweede onderhandeling voeren. Hoe ga ik geven? Hoeveel ga ik nu geven? Hoeveel ga ik later geven? Omdat het ook binnen het budget gefinancierd moet worden. En we moeten geen druk hebben op die financiële situatie. Dat er weer koers gaat stijgen. Dat er weer inflatie gaat ontstaan. En hou rekening mee. Ik zit in een IMF-programma waar ik afspraken heb. Met betrekking tot uitgaven en inkomsten. We hebben nu een gap. Dat we minder inkomsten hebben. En meer uitgaven. Die gap moet gedicht worden. Dus dan begrijp je dat ik in deze fase geen extra uitgaven ga kunnen doen. En dat is tot en met eind september. Dus als we overeenstemming bereikt hebben, dat zullen we doen na september. En datgene wat met TWK gegeven zal worden, zullen we daar ook kijken. Maar ik ben ready voor die koopkracht, dat te incorporeren. Ik ben ready voor salarisaanpassing. We moeten eens worden hoeveel. Die bevorderingsdingen, daar heb ik afgesproken een tweede team. Clusterteam van ministers. Onderhandelingsorgaan en de dienstleidingen en adviseurs onmiddellijk vergaderen. En die eerste vergadering is gisteren geweest. Ik heb het verslag gehad. Ik heb net met de minister van Justitie en Politie afgestemd. Alles wat te maken heeft met bevorderen moet morgen af zijn. Zodat ik maandag aan de bonden kan doorgeven van kijk, zoveel dingen hadden jullie gevraagd. Deze zijn allemaal in orde gekomen en dit van salaris en koopkracht, koersdoen, koerlossen op. Laat die mensen dit beginnen te krijgen. En als er nog issues zijn, laat ze alvast krijgen en laten we doorgaan met onderhandelingen om die andere issues op te lossen. Maar laat niet een paar issues datgene tegenhouden wat we direct kunnen geven aan de ambtenaren. Dus daar zijn we. Ja, daar zijn we mee bezig, zei de president. De regering is in onderhandeling met de veiligheidsbonden, maar ook met Rafak Surplus. Vanavond is er een vergadering met Rafak Surplus. En we hebben begrepen dat de BVL als en de Vols ook aan tafel zullen zitten. En verder praat de regering dus ook met de KOL onder leiding van Hugo Blanker. We praten later met hem om te vernemen wat de status is van de gesprekken met de regering. Wat is de status van onze gezondheidszorg? Vrij onzeker. Verontrustend. Het is daarom dat wij u wederom laten horen een fragment uit het gesprek met de arts Asha Mungra. Zij heeft aangegeven in het vraaggesprek hoe belangrijk de samenwerking is tijdens de dienst tussen onder andere de specialisten en het verpleegkundig personeel. Het gaat dus volgens haar om een keten en ze hekelt het beleid van het ministerie van Volksgezondheid. Koppen moeten rollen omdat het nu te erg aan het worden is. Asha Mungra. Ja, toen reeds. Want het was een crisissituatie al. Je ziet de mensen gaan weg en dat vertelde ik ook. Ik probeer ook uit te leggen, ook aan de minister. Gezondheidszorg is net als onderwijs, het zijn systemen. Het is een systeem. Je moet inzicht kunnen hebben in het systeem. En elke schakel in zo'n systeem is van belang.
En de schakels zijn bijvoorbeeld de specialisten, de zorgpersoneel, verpleegend personeel, technisch personeel, noem maar op. Iedereen heeft een bepaalde taak erin. Als een van ze uitvalt, als de technische dienst bijvoorbeeld uitvalt, bij wijze van spreken, kan je geen röntgen maken, of je kan dit niet, je kan dat niet doen. Dus elke schakel heeft eigenlijk een waarde. En natuurlijk voor de specialist is de verpleegkundige gekwalificeerd personeel, maar ook personeel, de nurses die op de afdelingen werken. Iedereen is belangrijk, maar dat gaat een arts of een specialist niet kunnen doen. Je kan iemand opereren, maar wat gebeurt de verzorging daarna? Ja, toch? Wat ze gebeurt zijn afhankelijk van elkaar. Ze zijn helemaal afhankelijk van elkaar, want de specialist heeft zijn operatie gedaan, dan is hij met de volgende bezig. Dan moet de begeleiding, je weet toch, als je bijvoorbeeld iemand geopereerd wordt, anesthesist moet er zijn, mensen moeten opgevangen worden, verpleging gaat dus kijken, die allemaal gespecialiseerd zijn in dat gebied. Alles heeft eigenlijk een schakel, het systeem moet doorgaan. Oké, maar je zegt, we donderen naar beneden. Is er geen handrem? Ja, je kan een handrem, je kan remmen, maar waarvoor remmen? Wat rem je nu? Want nu heb je al, nu heb je al dat in feite, wanneer ik word bijvoorbeeld meer dan 80 verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn, dat die weg zijn. Die zijn weg. Dat is veel aan. Waar ga je dat opvullen? Met andere woorden, al deze die weg zijn. Maar nu zegt ze gaan met de ambassades praten. Met wie gaan ze praten? Ambassades, met de Nederlandse ambassade. Ik kan met dingen gaan praten, dat is leuk en aardig, maar dat moest je eerder al hebben gedaan. Ja. Als ik weet, toch? Heel simpel, pardon, ik heb een poli. Mm-hmm. Is een klein ding, bijvoorbeeld, vergeleken daarmee. Maar als ik, om het verleden, dan moet ik zeggen, luister, ik moet ook naar het ziekenhuis worden opgenomen, of wat dan ook. Ik kan niet werken, voor een week lang, of twee weken lang. Ja, toch, of ik moet naar het buitenland, dat is al jaren niet gebeurd, maar oké, je moet iets gaan doen. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik een waarnemer heb, en tenminste twee waarnemers. Moet ik hebben om ervoor te zorgen dat er continuïteit kan zijn van mijn patiënten voor de periode dat ik weg ben. Begrijpelijk. Heel simpel. Ja. Omdat je met zorg te maken hebt. Mm. Een kantoor kan je sluiten, een juwelierszaak kan je sluiten, een winkel kan je sluiten. Ja, toch? Ja. Maar in de medische sector kan je niet zeggen, ik maak het dicht. Het is een ongoing proces. Het is een ongoing proces waarvan de gevolgen heel groot zijn. Dus je kan niet zeggen van, ik weet dat bijvoorbeeld, dat als de dokter van de intensive care aangeeft. Toch? Als hij geen personeel daar heeft, dan kan hij geen bedden bemannen. Met andere woorden, als hij maar zoveel, acht bedden maar kan hij bemannen. Ja, toch? Want je moet personeel hebben die daar staat, alles reguleert, zuurstof, dit, alles moet gereguleerd worden. Als jij of iemand anders binnenkomt en die moet op de intensive care, wat doet hij? Hij kan niks doen, omdat hij het bed misschien kan hebben, maar wie gaat bij het bed staan om alles te reguleren van die patiënt, want die patiënt moet al door, ja, alles moet eigenlijk zijn zuurstof, zijn bloeddruk, alles moet gemeten, gemonitord worden. Als hij niemand daar heeft, wat gaat hij dan doen, waar gaat hij die mensen dan zetten? Dan moet je kiezen en dat is, men begrijpt ook niet wat voor impact dit heeft op het personeel, hè, op de specialisten die werken. De druk. Het is de druk, jij hebt eigenlijk een eed afgelegd om mensen hun leven te redden. Mm. En jij weet en je ziet wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren. En je doet alles aan te alle tijden met al de middelen die ze niet hebben, probeert men nog altijd. Ja, het is echt verschrikkelijk wat ze doen in Suriname hier, vind ik hoor. Die mensen doen echt alles, verpleegkundigen die er zijn en de specialisten, de zaalartsen, iedereen, om nog met de middelen die ze hebben op toch nog zorg te bieden. En dan krijg je dat je dus geen zorg kan bieden. Mensen gaan vlak voor jou, gaan ze dood. Omdat jij, het is niet dat je de mogelijkheid niet hebt als dokter, maar je hebt eigenlijk de mogelijkheid niet om de patiënt op te vangen. Omdat het personeel die dat moet doen, de verpleegkundige in dit geval, die zijn er niet. En dan moet je nagekeken in dit geval met die baby's. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld? Wat voor consequenties verbind je hier aan? Wie is de verantwoordelijke? De minister. Ik denk het toch wel. Hoor ik je zeggen dat hij weg moet? Ik denk dat eigenlijk als de minister, ja, als hij in feite dit werkelijk ziet van hé, ik ben ernstig tekort geschoten. Mm-hmm. Omdat ik dit zou moeten hebben voorzien. Ik weet dat er geen personeel is daar. Ik weet dat eigenlijk de baby's in gevaar kunnen komen als ze komen. Als er geen, ja, als die afdeling helemaal niet goed kan functioneren, geen bedden zijn. Dan hoe kan je? Ik zou niet eens kunnen slapen. Ik zou ook naar het buitenland kunnen gaan. Snap je wat ik bedoel? En als je dit weet, dat jij dit niet hebt kunnen voorzien,
Dan ben je fout. En als je het hebt kunnen voorzien, waarom heb je er niks aan gedaan? En als het gebeurt, toch? Dan zou je in feite moeten zeggen van luister hier. Ik hou de eer aan mezelf, want dit staat op mijn konto. Ik ben verantwoordelijk als minister van Volksgezondheid. Ja toch? Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar Asha, jouw collega, dokter Bakker, die ook arts is, die zat net vlak hier naast mij. En die zei van, it's no use om die minister weg te halen. Anders krijg je eenzelfde puppet weer die in dat systeem, want dat systeem verziekt alles. Het is niet, het gaat niet om de minister. Ook al zou je iemand anders zetten, you will be in the same, disrespectful gezegd, shit. Klopt. Ben ik helemaal eens dat het systeem niet goed is, maar dat zeg ik al vanaf het begin. Mm. Het systeem is niet goed. En de minister is ook onderdeel of ja, verantwoordelijk dat het systeem moet functioneren. Ja toch? Jij moet inzicht hebben in wat er in ziekenhuizen gebeurt, et cetera. Wat hebben die mensen nodig, wat hebben ze niet nodig. Ja, ik heb dus een tekort aan personeel daar, ik heb tekort aan personeel daar, de middelen zijn daar. Dat moet jij kunnen doen. En als jij, in die zin ben je ook mede verantwoordelijk, want als je zegt van luister hier, ik moet mijn werk kunnen doen, maar ik kan het niet. Wat geld is het belangrijkste in de gezondheidszorg? Geld heb je nodig, anders kan niemand functioneren. Mm. Ja toch? Maar als jij het geld niet hebt, als geld het probleem is toch om je verpleegkundige te betalen, om die mensen te betalen, en je weet dat dit kan gebeuren, want nogmaals, we hebben met gezondheidszorg te maken. Als iemand op de EHBO komt of bijvoorbeeld en er is geen personeel of wat dan ook om ze op te vangen, kan je ook doodgaan. Mm. En als ik dat niet kan voorzien en niet ervoor kan zorgen dat datgene wat nodig is voor mijn personeel, of als ze nou hogere bedragen willen hebben, dat reëel is natuurlijk nu, dan moet ik dat ook gaan zorgen. En als ik het niet vind, dan moet ik werkelijk bij de president daar gaan en zeggen van luister, of bij de raad van ministers daar. En dat wat ik vorige keer zeg, ga stampen daar voor mijn part op die tafel en zeggen, jongens, ik heb dit geld nodig om mijn ziekenhuis of mijn personeel te betalen. Want als zij weggaan, gaat alles in een storten. En wie is daarvoor verantwoordelijk? Ik, want ik zit op die stoel. Ja. Ja, toch? Ja, oké. Okay. Ik zit toch op die stoel. Mm-hmm. En dan zou ik zeggen, ja, voor mij mag je als je wil zitten, maar ik zou de eer aan mezelf houden om wat door mee te doen, gebeurt dit. En wat ga ik daarna doen? Ga ik zeggen, ja, oké, tot de volgende 3 baby's of meer baby's weer. Want nog steeds is het probleem niet opgelost. En in de gezondheidszorg gaat het om tijd. Timing is belangrijk. Nu al ben je te laat. Want mensen gaan komen uit het buitenland. Mensen worden gehaald, gaan mensen halen uit andere ziekenhuizen. Eerlijk gezegd, zover ik weet, als ik naar diaconess ziekenhuis patiënten wil sturen, als ik een specialist daar bel, kan ik een patiënt sturen. Voordat ik mijn patiënt kan voordragen aan de specialist, zeggen ze maar één ding, Asha, we hebben geen bedden. Ik kan patiënten niet opnemen. Ik hoef niet eens naar het verhaal te luisteren. Als dat al zo is in die ziekenhuizen, dan van waar ga jij personeel halen die je nu gaat zetten aanzet? Ik weet het niet. Misschien is er ergens wel wat. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Want zover ik weet, en dat is in ieder geval van één ziekenhuis wat ik weet. Die bel ik vaker omdat ik daar een beetje dichterbij is voor mijn patiënten. Vaak hoor ik van er is geen personeel. Snap je? Ja, maar en, nu lees ik. En dan ben je toch al te laat? Misschien niet, want ze hebben een... En hoe zeggen ze dat? Een ontmoedigingsbeleid. Om het vertrek van gespecialiseerd zorgpersoneel te belemmeren, gaat de regering de tarieven voor het in orde maken van essentiële stukken om te kunnen werken in het buitenland. In plaats van 250 gulden, ga je niet $1000 per verklaring moeten neertellen. En dus? Vele mensen gaan het niet kunnen betalen. En dit is een oplossing, denk je dan? Dit zie je. Nee, ik heb het niet bedacht. Dus dit zie jij dat de minister dit als een heldendaad. Dit is nee, geweldig. Nee, ik zeg niet dat het een heldendaad is. Oh, okay. Want ik zeg, als je het niet kan betalen om uit het land te gaan, of als je niet kan betalen om te gaan werken in Nederland, dan ga je hier blijven. Denk jij dat dit werkelijk gaat werken? Ik weet het niet. Ja, toch? Ik vraag het aan jou. Denk je dit werkelijk? Ik bedoel, je kent die mensen. Maar er is een maatregel om de dreiging van de nationale gezondheidsveiligheid tegen te gaan.
zei de minister. Om hooggekwalificeerde personen in de zorgsector te behouden, gaat de overheid deze groep een extra 5000 SRD betalen. En dit komt bovenop de bestaande braindrain toelage, die tussen de 3.500 en 6.000 ligt. Weet je wat ik alleen jammer vind? Waarom moet er altijd eerst iets gebeuren? Een paar kinderen in dit geval, baby's weer in dit geval doodgaan. Toch wat verschrikkelijk is voor de ouders, weet je, om dit mee te moeten maken. Het wat eerder al mensen hebben gezegd, als je een moeder die 9 maanden aan de kind heeft gedragen en op deze manier een kind doodgaat. Waarom moet dit eerst gebeuren? Voordat dat het inzicht komen van nee jongens, we moeten nu wel handelen, want er zijn, weet je wel, mensen hebben het stem laten horen, bla bla bla. Dus nu moet ik wel, heb ik wel dat geld om die mensen verhoging te geven. Waarom nu? Waarom niet eerder? Waarom moet er altijd eerst er heftige protestacties komen? Ik wil een oplossing. Maar ook hiermee ga je geen oplossing vinden. Want dit gaat alleen maar ongeveer 3 maanden duren, 4 maanden heb je weer een probleem. Hoezo? Omdat het probleem is dat het een monetair probleem is die in alle sectoren zijn weerslag heeft. We hebben een monetair probleem. En dat wordt nu opgelost. De president die zegt, geloof ik, dat het macro-economisch goed is en blablabla. Bla bla. Maar voel je het als je naar de winkel gaat? Ja toch? Zie je het aan de prijzen? Nee. Dat is aan de macro-economische stabiliteit zo, Abi. Stabiliteit nodig. Nee, one sector de stabiliteit nodig. Dat is de realiteit. Het is een financieel probleem wat we hebben. Het is een monetair probleem en dat wordt niet opgelost. Asha Mongra, de arts. Duidelijke taal. Tegenover Lim FM. De situatie in de gezondheidszorg is nijpend. En dan uit Inzicht, dat is de publicatie van de Vereniging van Economisten, lezen wij. Het ministerie van Defensie heeft aangekondigd een vaartuig voor het Nationaal Leger te zullen aanschaffen. De minister gaf daarbij als argumentatie voor deze aankoop aan dat het gaat om de exclusieve economische zone, om dat te beschermen en vanwege de opkomende oil- en gasactiviteiten. Voorts verklaarde ze dat het schip 80 miljoen zou gaan kosten. Dit zou niet ten laste gaan van de gemeenschap, maar zou worden bekostigd uit besparing die het ministerie had bereikt door een 1000-tal medewerkers af te vloeien. Dit zo positief klinkend nieuws roept echter diverse vragen op. Hierin kan alleen het ministerie duidelijkheid brengen. Op de achtergrond speelt volgens de VES het vraagstuk van illegale visvangst van met name Guyanese vissers, al dan niet met een Surinaamse vergunning. De DNA-lid Ronnie Aluma maakte in het parlement reeds in juli melding van het feit dat Frans-Guyana-Suriname had aangeklaagd bij de Europese Unie en om sancties had gevraagd wegens herhaalde illegale visvangst vanuit Suriname. Aluma onthulde dat Frans-Guyana reeds in januari 2023 Suriname hiervan in kennis had gesteld, hetgeen in maart 2024 nog eens is herhaald. Ondanks de aanwezigheid van een kustwacht die over een 3-tal patrouilleboten beschikt, hebben wij geen enkele actie ondernomen. Dit zou volgens Aluma tot een exportverbod voor Surinaamse vis kunnen leiden. Volgens het DNA-lid hebben de Surinaamse autoriteiten hierin ernstig gefaald. Het excuus van het ministerie of van de minister van LVV was dat de middelen schaars zijn. Nu heeft hij aangekondigd dat hij in september, deze maand dus, 20 maanden later, met de Fransen zal overleggen. Deze lakse houding is kenmerkend voor de kwaliteit van ons bestuur. Een dergelijk verbod zou voor deze al fors verzwakte exportsector, die elk jaar ongeveer 30 miljoen aan deviezen binnenbrengt, een doodsteek kunnen betekenen. De door de minister van Defensie aangegeven bescherming van de economische zone en de opkomende oil- en gasactiviteiten zijn belangrijk, maar liggen niet op het werkterrein van de marine. Daar is speciaal een kustwacht voor ingesteld en uitgerust. Na vraag bij de kustwacht leverde niet veel meer duidelijkheid op, behalve de mededeling dat de activiteiten, vanwege gebrek aan middelen, op een laag pitje zijn.
Het is normaal dat waar er beperkte middelen zijn, er prioriteiten moeten worden gesteld. Welke prioriteit kan de aanschaf van een vaartuig voor de marine als onderdeel van het Nationaal Leger hebben, terwijl de kustwacht daarvoor is opgericht? Hoe kunnen we een showproject van circa 500 miljoen rechtvaardigen in deze tijd? Dit terwijl de gezondheidszorg op zijn gat ligt, er baby's doodgaan, de vuilophaal niet kan worden betaald, etc., zegt de VES in inzicht. De eerlijke vraag die de beleidsmakers concreet moeten beantwoorden is wanneer en waaraan dit bedrag ooit zal worden terugverdiend. Zelfs als het zou worden bespaard door een succesvolle afvloeiing van een 1000-tal overbodige personeelsleden, waar we overigens nooit eerder over hadden gehoord, dan blijft de vraag of dit de hoogste prioriteit verdient. Daarboven komt ook nog de extra onderhoudskosten en brandstofkosten van zo'n schip van enkele miljoenen per jaar, zegt de VES onder de kop Parade Schip Marine, kost bijkans 500 miljoen SRD. Tot zover deze nieuwstop op Lim FM. Wij bedanken u voor uw aandacht. Later komen wij terug op de bijeenkomst van de veiligheidsbonden, welke dus nu nog gaande is. Bedankt voor het luisteren. Goeiedag. Thank you.